onze tijd is nog lang niet voorbij. Onze tijd is nog lang niet voorbij. Herkenbaar melodietje, hè? Dan zit je thuis lekker te wachten met je schriftje en je pennetje. Want we hebben vandaag aflevering 12 en die staat in het teken van Harry Aerts, de zoon van Harry Aerts, welke een frietzaak had op de Acacia-singel. Komen we zo meteen op terug, maar er komen ook weer steeds meer foto's binnen op de redactie van TV73. En zo hoort het, hè? Want dit is een programma niet alleen om lekker naar te kijken, maar even voor alle mensen thuis, knock, 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 knock. Het is natuurlijk ook een programma waar je actie in moet ondernemen en ons moet laten weten. Moed is een groot woord natuurlijk, maar heel graag kan laten weten wie er op die foto's staan. En nog belangrijker voor jezelf is, heb jij foto's of filmpjes en je weet niet wie erop staan, waar het genomen is. Je ziet daar wel bekende gezichten in de vorm van opa en oma en je weet niet wie erbij zijn. Nou ja, bla bla bla. Of je ziet jezelf op een foto staan als klein kind en je weet niet waar dat is. Nou ja, zoveel vragen waar we een antwoord op kunnen zoeken met elkaar. Mensen die je uit het oog bent verloren, vergeet het ook niet, hè, want het hoort natuurlijk ook bij vroeger. Ben je op zoek naar een oude vriendin? Kunnen wij voor jou een speurtocht doen? Heb je zelf alles al geprobeerd? Heb je voldoende fotomaterialen om iemand op te sporen? Laat het mij weten. Laat het in ieder geval proberen. Het is geen garantie dat het ons ook echt gaat lukken, maar we kunnen onze best doen natuurlijk. Wie zoek jij? Wil je een reunie organiseren van de school waar je op hebt gezeten of het oude bedrijf waar je vroeger werkte? De club waar je bij hebt gezeten. Het maakt allemaal niet uit. Het past allemaal in zoals het vroeger was. Speurtocht naar mensen die je heel lang uit het oog bent verloren. Hoe mooi is het als jullie straks weer elkaar in de armen kunnen sluiten. En daar ben ik niet bij, want daar ken ik niet tegen. Ik zal het alvast van tevoren zeggen. De cadeautjes die binnenkomen zijn heel erg leuk. Zo ook Bert van Dalen. Het is familie. Ik ken niet heel mijn familie. Maar die heeft al een aantal foto's gestuurd. En viste ook een beetje naar meer informatie van de carnavalsvereniging De Spanjolen. En dat kwam weer overeen met de aflevering van vandaag. Van Harry Aerts. Die een hoop foto's heeft gestuurd. Die we samen gaan doornemen. En die ook eigenlijk, ja, ook wat meer wil weten van die Spanjolen. Dus heel toevallig. Een vierde generatie foto, kijk eventjes. Dat is mijn overgrootoma. Zo krijg ik foto's toegestuurd. Wat leuk zeg. In de vierde generatie van vrouwen. Een vierde generatie. Zo'n foto heb ik zelf nog ook. Ik was ook één van een vierde generatie. Maar daar gaat het nu eventjes niet om. Een vierde generatie die op deze foto staan. Foto's die gestuurd zijn door Bert van Dalen. Kijk even mee. En dan ook zo'n foto, dan gaan we weer verder in de tijd. Hè. Dan zijn we weer wat later in het midden, die mevrouw. Mijn oma, veel Bossenaren kennen haar nog als Tonnie van Nullekeroos. De Panderosa Bar, Boerkeroos op de Zuid-Willemsvaart. Toen bij de Spanjolen, dus we zien wel wat foto's voorbij komen. Een foto uit 1946 genomen. Handig om te weten wie je herkent op die foto. Stuur maar gewoon de informatie op. Ik heb die foto niet genummerd. Met Spanjolen foto, dan weet ik genoeg. En zo heb ik meerdere foto's binnengekregen. Zie hier op deze foto, zie ik ons opa nog aan de zijkant staan. Dus dat kan bijna niet anders zijn dat het in onze kroeg is geweest. Tenminste de kroeg van opa en oma. Thank you.
En zo wil ik blijven zeggen, beste mensen thuis. Misschien zoek je ook foto's. Want wie heeft er nog een foto van de Tolbrugkazerne? Dat is de vraag die bijvoorbeeld Harry Aerts stuurt. De foto's die we zo meteen gaan zien. Ben jij op zoek naar foto's uit jouw jeugd? Wie zoek je uit jouw jeugd? Ga je een reunie organiseren? Wie heb je al heel lang uit het oog verloren? Laat TV73 jullie bij elkaar gaan brengen, want hoe mooi kan het zijn? Zoals het vroeger was, we gaan nu starten met aflevering 12... speciaal uit naam van Harry Aerts. Ik ben Harry Aerts, zoon van Harry Aerts, welke een frietzak had op de Acacia-singel. Nou, er zullen veel mensen een frietje hebben gepakt in de loop der jaren. Mijn broer Jo Aerts, Jan, was bevriend met je vader. Oh, Jo en Jan, nou weet ik eigenlijk al wie het is. Het is de vader van Mark en John Aerts. Wat leuk. Dat is Harry Aerts. Oké, ja, ik heb Jo of Jan op veel schietfoto's gezien thuis. Nou ja, Jo of Jan is er helaas niet meer. Ik heb hem ook goed gekend, want ik was bevriend met Mark en met John. Mijn vader was via de Spanjolen bevriend met je opa, mijn opa Nol. Ik heb enkele foto's ingescand en misschien kun je eens kijken wie er op deze foto staan. Nou, dat is nou precies onze bedoeling, Harry. Zo simpel is het gewoon. We willen echt weten wie er op die foto staan. Harry is zelf op zoek naar foto's van de Spanjolen over het tijdvak 1947-1958. Er is ook een filmpje gemaakt over de optocht waar de Spanjolen destijds in voorkwamen. Dus heeft u thuis foto's van de Spanjolen uit het periode 1947-1958, dan zou je in ieder geval Harry Aerts daar een enorm plezier mee doen. En ook is Harry op zoek naar een foto van de Tolbrugkazerne. Daar is hij al jaren op naar op zoek. Laten we even gaan kijken naar de foto's die Harry gestuurd heeft en waarvan hij heel graag wil weten wie er op deze foto's staan. Ze zijn ingescand voor TV73. Het zijn foto's die wat niet heel erg scherp zijn, maar dat is ook zo. Gedateerd natuurlijk 1920 als we praten over foto 12.1. Wie staan er op 12.1? Het is een straatfoto. Straatschoffies, Siske de Ratten, klakpetten op. En de meiden die daartussen staan. Het is een foto die gemaakt is in de Zusters van Ortenpoort in 1920. Ik weet dat er regelmatig gesproken wordt over de Zusters van Ortenpoort. Maar wie herkent een van deze schoffies op de foto? Kijk even mee. En de volgende foto ook ingezonden door Harry Aerts. Dit is een aflevering waarin hij 10 foto's heeft opgestuurd. Waarin hij wil weten wie er nou precies op die foto's staan. Wil jij dat ook? Stuur dan een mailtje naar 0@tv73.tv. Zorg ervoor dat er een goede scan is. Dus niet zo'n heel klein postzegeltje. Want dat kunnen we op televisie niet laten zien. Dus laat ons weten in naam van Harry Aerts wie er op deze foto's staan. Zoals het vroeger was. We gaan over naar 1925. Deze prachtige mooie foto. Wat zijn ze braaf met de armpjes over elkaar. Wat een geboefte op deze foto. Kijk even mee. Het is een foto uit de 5e klas op de Sint-Jacobsschool. Gemaakt in 1925. Langzaam komen de smoelekes en de gezichten voorbij. Dus laat me weten wie er op die foto staan. Wie herken je daar? Kijk even mee. En daar zijn we dan. We gaan weer verder. Het schiet eigenlijk door de jaren heen. We gaan langzaam omhoog en straks ook weer een stukje terug in de tijd. Het is een foto die gemaakt is op de trappen van de Watertoren in de jaren 50.
Het is een foto ter gelegenheid van het potverteren van de spaarkas van café De Schele Aarts. Leuk die bijnamen allemaal, hè? Ook leuk om eventjes van u te weten wat voor bijnamen er in Den Bosch allemaal vroeger gebruikt werden. In ieder geval nu De Schele Aarts, hier het café waar de spaarkas werd gedeeld en de foto werd gemaakt. Typisch modeverschijnsel, natuurlijk de hoed en de sigaar in Den Bol. Dus kijk even goed mee naar deze foto. Wie staan er op deze foto gemaakt op de trappen van de Watertoren in de jaren 50? Het zijn mensen die in het café kwamen van Schele Aarts. Ja, dan kunnen die gasten van De Schele Aarts natuurlijk wel mooi een gezellig feestje potverteren. En de boel opmaken met dikke sigaren en een pilsken en een lekker jonge klaar of een oude klaar. Maar die vrouwen die konden er ook wel van. Hier op deze foto, en dat is 12.4. Die vrouwen die zetten de bloemen natuurlijk ook buiten. Als die kerels dat kunnen, kunnen die vrouwen dat ook. Zo simpel is het gewoon. Het is een foto die gemaakt is op het Intermarijn in dit geval. Schuin tegenover hielden ze die kerels wel in de gaten die daar op die trap van de Watertoren stonden. Hè? Maar zelf waren ze met vrouwen onder elkaar en konden er natuurlijk nog een beetje geroddeld worden. Wie zijn deze vrouwen die ook meedeelden aan de spaarkas van Café Schele Aarts? Natuurlijk horen er best wel wat mannen en vrouwen van de vorige foto en deze foto bij elkaar. Maar willen we toch weten, wie zijn de vrouwkes op deze foto? En wat is dat dan voor een vervoermiddel, hè, op de achtergrond? We zien daar een chauffeur met pet. Maar wat is dat nou voor soort vervoermiddel? Kijk rustig naar de foto. Want er staan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nou ja, er staan er bijna een kleine 20 vrouwen op de achtergrond die niet helemaal duidelijk zijn. Maar kijk even mee. En probeer ook te noteren van links naar rechts, foto 12.4. Wie zijn deze vrouwen?